Een jaar geleden had Monique Lustig uit Almere nog geen idee of haar initiatief gaat lukken. Een kattencafé openen in Almere, waar bezoekers een hapje en een drankje kunnen bestellen en tegelijkertijd katten aaien, knuffelen en met ze spelen. Haar droom is werkelijkheid geworden. In juli is haar café geopend. In de horecagelegenheid wonen 10 katten die uit het asiel komen. De zaak draait goed. Ja, het loopt hartstikke leuk en ik ben nog steeds een sneeuwbal die doorrolt. Mensen die voor het eerst komen, die nog maar net horen en super enthousiast zijn en dat ook weer verder vertellen. En ik ben nog steeds groeiende, maar in de afgelopen 4 maanden heb ik ook al heel veel vaste gasten die iedere keer weer terugkomen. En dat vind ik super leuk. Lustig had geen geld om een café te beginnen. Ze heeft een crowdfundactie gestart om geld in te zamelen voor haar initiatief. Ze hoopt in eerste instantie een bedrag van 18.000 euro bij elkaar te krijgen. Uiteindelijk werd dat 23.000 euro. Volgens haar zijn veel mensen enthousiast over het initiatief. En dat merkt ze nog steeds, want haar zaak blijft mensen trekken. We liepen hier toevallig langs om naar een andere winkel te gaan. En ik ken het concept van televisie. Een dame in Londen die hetzelfde idee had eigenlijk. En we waren meteen geïnteresseerd. We gaan even binnenkijken hoe het eruit ziet. Zodoende is hartstikke leuk. Het is een ervaring, al die katten zo zien. En ook alles wat ze heeft gemaakt voor die katten om overheen te lopen. Dat is echt gewoon briljant. Dat wil ik thuis ook. Voor onze katten. Ja, ik vind de katten leuk. Ik ben gek op katten. En toen ik hoorde dat het kwam, dacht ik, ja, daar moet ik gewoon naartoe. Dat vind ik zo leuk. Dus als ik tijd heb, dan ga ik hier of even lunchen of een bakje koffie drinken. Of gewoon gezellig. En kroelen met de katten, daar gaat het eigenlijk om. Volgens Lustig wordt het steeds drukker in het café. In totaal werken er 4 mensen in de zaak. 3 medewerkers en een vrijwilliger. Lustig is nu op zoek naar meer mensen. Vooral in het weekeinde komen veel gasten binnen. Allemaal hele verschillende mensen. Echt heel jong, oud. Voor kinderen is het natuurlijk ook hartstikke leuk. En in het begin had ik zoiets van, ja, ik wil niet per se heel veel kinderen promoten. Die zijn heel druk en kunnen overenthousiast zijn. En dan worden de katten een beetje bang. Maar achteraf gezien valt het hartstikke mee en is het groot genoeg. En ja, ik zie hoeveel plezier ze hebben, die kinderen. Dus er komen opa's en oma's met hun kleinkinderen en ouders met hele jonge kinderen. Want ik heb super lieve katten. Ik heb echt een paar erbij. Nou, die blijven gewoon liggen met hele kleine kindjes om hun heen. En dat is hartstikke leuk om die kinderen kennis te laten maken met katten. En daarmee om te gaan en hoe leuk dat is. Almere is niet de enige stad waar een kattencafé is gevestigd. Ook in Amsterdam, Den Bosch, Groningen en Den Haag zijn de afgelopen tijd kattencafés geopend.